Bad boys, bad boys. Dit is gewoon een ordinaire kopstoot. Bad boys in het voetballen. We smullen er allemaal van. Van boeken tot documentaires. De meest bizarre verhalen komen voorbij. So why are you acting like a bloody fool if you get hot? In Noord-Holland hebben we ook zo'n bad boy gehad. Ja, want daar is de trappende beweging. Hij werd betrapt op het gebruik van cocaïne. Johan Pater is door de KNVB voor 18 wedstrijden geschorst, waarvan 12 voorwaardelijk. Was een aantal dagen spoorloos verdwenen in zijn Telstar-tijd. Johan Pater is niet meer welkom bij Stormvogels Telstar. En is nog steeds razend populair bij de supporters. We hebben het over Johan Pater. Het hakballetjes van Johan Pater. Hij is al een aantal jaren gestopt met voetballen. Inmiddels is hij werkzaam in de bouw. En wij maken een serie over deze bad boy. En nog meer nieuws over PSV. De aan EVV verhuurde Johan Pater is door de KNVB voor 18 wedstrijden geschorst, waarvan 12 voorwaardelijk. Bij een controle kwam aan het licht dat hij cocaïne had gebruikt. Eerst ben je in je dorp, ben je de held. En later ja, dan ben je eigenlijk niks meer, weet je. Dan ben je in hun ogen een drugsverslaafde, weet je wel. Ja, zo gaat dat. Zonder schaamte praat Johan Pater over zijn positieve dopingtest. Het is ruim 15 jaar geleden, maar toch kan de oud-voetballer het zich nog goed herinneren. Ja, als je dan op een gegeven moment degene bent die uitgekozen wordt. Ik had die vrijdagavond nog een feestje gepakt. Ja, dan was er wat een en ander gebeurd gewoon. En toen zegt die dokter in de rust tegen mij van, jij moet zo even naar de doping. Ik zei, ja, toen moest ik op een gegeven moment speelde niet eens, ik zat op de bank. Toen moest ik warm lopen. Ik zat echt te denken, ik klim over het hek heen en ik ren keihard weg. Weet je. Ik denk, peer hem. Maar, jij wist toen al van, ja, dat is ja, foute boel. Ja, ik wist al wat ik gedaan had. En ik denk, ik ben een sigaar, snap je? En ik denk, ik klim over het hek en ik ga er vertussen, weet je. Maar ja, mijn moeder en zo, die zat ook in het stadion. En ik denk, ja, dat is helemaal nog nooit vertoond. Maar ja, dat had misschien ook wel bij me gepast ook, om het wel te doen. Maar ja, ik heb toch maar gewoon voor gekozen te blijven en een potje te pissen, zeg maar. Voor Pater breekt er een zure periode aan. Hij weet zelf dat hij coke heeft gebruikt, maar de club waar hij op dat moment voor voetbalt, FC Eindhoven, weet dat niet. Ik kreeg daardoor heel veel stress ook, weet je. Dus als je elke dag naar je werk moet en ja, je weet gewoon van ja, zometeen komt er een hoop ellende om af. Op een gegeven moment zitten we aan tafel te eten. Er zat zo'n raam in die deur, weet je, dat bij Eindhoven vergeet ik nooit meer. Ik zie die dokter, die komt daar en die kijkt zo bij door dat raampje en die kijkt ons allemaal zo langs. En toen stopte die bij mij zo, weet je wel. Want ik zag hem, ik lette overal op, ik had alles in de gaten, weet je wel. Dus ik had al oogcontact met hem zo. Toen ik wist al hoe laat het was, weet je. En toen kon ik op kantoor komen, weet je. Maar ik was toen, ik denk 19 of zo, 20. Dan ben je ook nog jong en weet je. In één keer komt er zoveel op je af. En toen zei ze dus van, ja, er zijn sporen van cocaïne gevonden, weet je wel. En toen zei ik in eerste instantie van, oh, dat is apart, weet je wel. Ik zou niet weten. Ik zeg, ja, ik ben laatst wel op een feestje geweest. Ik zeg, dat voelde me wel een beetje raar. Weet je, maar ja, je gaat toch, maar ja, later ook, weet je, er is op een gegeven moment ook geen ontkenning meer aan. Denk ik het maar gewoon gezegd, weet je. En ja, dan komt er alles ook eruit, weet je. Toen heb ik ook echt gewoon, dat ik het gewoon moeilijk had met wie ik was, denk ik, of zo, weet je. Volgende week praat Pater over zijn tijd bij Telstar. Met de ene trainer kon hij het beter vinden dan met de andere. Ja, ik ben van het bord en looplijnen en dat soort dingen, weet je wel. Had hij een hoop van dat tactische gelul, weet je wel.